Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Jongens, ik heb een fucking groot probleem. We waren afgelopen maandag op een trip. En die trip die zou een groot gedeelte van deze vlog zijn. Echter, we mogen niks over die trip posten. Wat we eerst wel mochten, maar nu niet meer. Dat is een embargo. Die zou eerst gaan alleen maar over de game, maar nu ook over de trip. Kortom, die beelden hebben jullie nog te goed. Het was wel echt een hele vette trip. Met echt hele vette beelden. Echt, jongen, je mist echt iets dat je deze week niet ziet. Maar ja, helaas. Dat komt later, dus misschien is de vlog iets korter. Maar gelukkig heeft Tom ook gevlogd vanaf zijn wintersportlocatie. Dus dat is al goed. Dat is leuk, hè? Okay. Hebben we deze week een windsport. En over 2 weken heb je gewoon mij vanaf het tropische eiland. Nou, wat wil je nog meer? Gamersnet volgen, duimpje geven, dat soort dingen. Laat ik even laten zien dat hier af en toe ook gewoon gewerkt wordt. Met echt fucking gangstermuziek. Kijk, daar zijn ze. Daar zitten ze. De kaart aan het werk hier, man. En dit is dan mijn taak, is hier een beetje, ik zit te leunen op de kast, een beetje opzichter te zijn. Hey! Serieus. Ja, maar het teken dat hij schrikt is goed, want dat betekent dat ik het nog niet zo vaak doe. Anders ben je de mur voor. Mur is mooi woord. Gewoon elke keer. Ja, gewoon een pure doodsangst. Ja. Hey jongens, we krijgen straks een nieuwe gast hier. Jullie hebben hem misschien wel eens gezien. Marcel, kopzam. Kopzam. We gaan een nieuw item maken over e-sports. Maar we hebben geen idee of we dat kunnen. Dus we gaan het gewoon proberen. Dat is eigenlijk een ding. Ik heb wel zin in, ik vind het wel leuk. Maar goed, het duurt nog 2 uurtjes voordat hij er is, dus ik blijf nog even 2 uurtjes hier kijken hoe de jongens werken. Hey! Dat schrok ik niet. Nou, hij is hier hoor. De nieuwe man van Gamersnet.nl. De nieuwe, ja, kijkcijferkanon, de Matthijs van Nieuwkerk van Gamersnet. Hier is hij, Marcel. Ik ben aan het werk voor jou, Peter. Ja, dat is voor jou. Voor jou. Voor mij. Ja. Dus nou, ik moet wel zeggen, ik heb 100 keer gezegd, weet je wel zeker dat je het wil? Het is echt heel veel werk. En elke keer blijft hij zeggen ja. Ik heb er vertrouwen in dat jou het wel lukt. Okay. Ken je de Bob Ross Fanclub? E-sportorganisatie? Ja, zeker. De e-sportorganisatie, ken je? Heet die Bob Ross Fanclub? De Bob Ross Fanclub. Ja. Wat vet. Daar gaan we ook iets over gaan we het straks over hebben. Nou, in ieder geval, er komt een e-sports item. Dat heb je al gezien trouwens, in deze vlog komt ernaar. Maar dit is Marcel, je kent hem van ergens van, tenzij je Maple Story speelt. Bijvoorbeeld. Mag ik dat niet meer zeggen? Moet dat, jawel. Kopperzaan. Dat wil ik zeggen. En dus die is nu aan het voorbereiden wat we allemaal gaan bespreken in het e-sports item. Dus, en ik ben Noob, dus het is een wondere wereld waar ik instap samen met hem. We gaan ons best doen. Wordt leuk. Denk ik. Hoop ik. Dus het is ongemakkelijk. Ja, dat is weer een keer wel anders dan geen in Schiel. Lekker wintersporten. Een poepmoeilijke piste daar. En de rest van mijn familie die is daarboven nog aan het handelen. Met het ijs. En ik sta hier al beneden als een soort Shaun White. Tom vergelijkt zichzelf hier met Shaun White. Is dat een type die jullie willen als nieuwe president voor Gamersnet? But he got himself into a little bit of trouble Sunday when he pulled a fire alarm at a Nashville hotel. Ik ben Peter en ik keur dit bericht goed. Te chillen. Wel leuk. Ik zou willen dat ik een goede camera had meegenomen, dat ik ook gewoon een dikke backflip van mezelf kon laten zien. Oh! 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 Maar dat is helaas niet aan de orde van de dag. Ik heb alleen dit ding. Ik durf met mijn nieuwe mobiel niet door het funpark heen. Sorry jongens. Anders had je wel gezien jongen, dat wil ik nu weer. Sorry, ik moest even vloggen op zaterdagavond, terwijl ik gewoon echt no life aan het wachten ben op mijn kip! Die aan het opwarmen is. Die ziet trouwens echt fucking lekker uit trouwens. Moet je even kijken. Kippie? En een sperrepie. Nou, hoe lekker is dat? Maar ik kreeg een opmerking van iemand op YouTube. Die zei van, hebben jullie een Game Boy Advance op kantoor? Toen zei ik, jazeker. Maar zei, heb je er ook games voor? Maar toen dacht ik, dat is wel even een mooie kans om mijn Shrine. Nou ja, Shrine, het ligt helemaal onderin. Te laten zien. God, waar zijn mijn Game Boy Advance games? Oh ja, hier. Die is echt, ik heb heel veel Game Boy Advance games namelijk. Let op, dit is een deel van mijn kast. Namelijk de Nintendo Retro Hoek. Ik heb nog zelfs de Game Boy Camera en de Game Boy Printer. En hier wat Nintendo 64 spellen, maar hierachter heb ik nog achter de 3DS games, of achter de eerste DS games, nog superveel spellen voor de Game Boy Advance. Kijk dit dan. Maar ook echt nog gewoon, echt nog hele vette games ook nog. Oracle Season, Super Mario Advance,
Super vet. Dus het antwoord is ja, dit heb ik nog voor de Game Boy Advance liggen. Allemaal in doosje, want anders hoeft Peter het niet. Zo ben ik. Snobby, hè? Jongens, excuses dat de vlog wat korter was dan normaal. Maar ja, het was even niet anders. Overmacht, overmacht, overmacht. We hebben geprobeerd iets te verlengen. We hopen dat jullie het leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Tom, moet je dan doen? Even liken en abonneren als je op YouTube zit. En op GamersNet gewoon even een reactie achterlaten of zo. En gewoon cool zijn verder. Oké, okay, daar is leven cool zijn. Ik vind het fucking veel gevraagd. Maar cool. Een thumbnail of een duimpje kun je sowieso doen. Dat wel. Dat is al leuk.